En daar gaat De Leeuw. Die komt voor Meenaert. De Leeuw. Paal. Nee, lat. Paal staat rechtop. En we moeten even wennen aan die nieuwe bezetting in de voorhoede van Cambuur. Mamedov. Royer, nou Weghorst, op de lat, in 1 minuut 2 keer op de lat. Roze, kopte daar, Roze verdedigt steeds op Weghorst. Van der Linden, zo schoot hij er ooit tegen Ajax, is 2 in. En hier gaat hij er ook in, het is Weghorst. En zeer verrassend doet Emmen weer waar Sparta en MVV ook last van hadden. Oh, die kan het gelijk worden. Emmen. Oh, wat mooi. 1-1. Ze hadden elkaar wel geweldig in evenwicht. Hier op de lat, daar op de lat. Hier een goal, daar een goal. Van der Linden, haalt hij dat nog tegen Barto? Barto en... Wel, het is raak. Cambuur leidt 1-2. Via de voet van Van der Linden, denk ik. Hij komt er nog naast. Maar kan Barto niet weerhouden van zijn 5e goal in zijn 4e wedstrijd. Hemme legt klaar. Of Hemme schiet hem erin. Barto legt klaar. Zo was het. En dus doet Cambuur volop mee in de titelstrijd. Komen op 2 punten van Volendam met nog 2 speelronden te gaan.